Ja, zweef in het journaal. Weet u er nog, 25 april was ik in het journaal. Dat ging over statiegeldflesjes. Kijk. 2 jaar kreeg de frisdranksector de tijd om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Maar dat had nauwelijks effect. Al jaren strijdt Dirk Groot uit Purmerend als een soort Terminator tegen het zwerfafval. Hij noemt zichzelf dan ook de zwervinator. Dit is inderdaad wel een plek waar altijd veel ligt. Het waait er naartoe en het wordt zelden opgeruimd, zo te zien. Nou, ik stond toen hier op deze plek, op dit parkeerterrein, omdat er zoveel troep lag. Het waait hier allemaal naartoe en het lag in de bosjes ook. En de manager van Deni die zei, ja, maar ik heb de gemeente gevraagd om te snoeien, dan kunnen we erbij. Anders kunnen we het niet schoonmaken. En wat denk je? Ik heb de gemeente nog eens gebeld en het is gesnoeid. En moet je opletten, wat een verandering. Kijk. Het is potjan dikke me. Gewoon kei schoon hier. Je ziet, geweldig. Toppie, toppie, toppie. Oh, aan de andere kant van het parkeerterrein stond op diezelfde dag Evelien Tijmstra, wethouder van Purmerend, een sloot schoon te maken, samen met mensen van de gemeentes. En ik ga eens kijken hoe dat daar nu bij die sloot is. Ik heb afgelopen 2 jaar 2 keer een reportage gemaakt over al die troep in die sloot. 1,5 maand geleden schoongemaakt. Ik ga kijken hoe het er nu is. Nou, ik ben er en ai, 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 ai. Ziet er niet goed uit om hier kijken. Zowel naast de sloot als in de sloot. Ligt er gewoon allemaal weer troep. Kijk, plastic soep. Slootje clean-up, part zoveel. Zo, ik ben klaar. Kijk eens. Het is hartstikke mooi schoon. Bijna helemaal tof. Zwervinator heeft zelfs 2 druppels op zijn voorhoofd gehad. Gekkigheid. Ik ga de buit nu even laten zien. Tadaa, de buit. 506 stuks. Allemaal vastgelegde literati natuurlijk. Is er in ruime maand bijgekomen nadat Evelien had schoongemaakt. Gekkigheid. Nou, dit was weer het Zwervinator-journaal. Ik wens jullie een fijn weekend met mooi weer. Ruim die troep op, of beter, neem gewoon geen troep mee naar buiten. Raap nog eens een extra zwervie. Tjus! Het probleem is hier trouwens dat er verschillende eigenaren zijn, hè, van de grond. Die zijn verantwoordelijk voor de sloot. Ik geloof dat Hoogheemraadschap er nog iets mee te zeggen en te bemoeien heeft. Ik weet niet wat de rol van de gemeente is. De bedrijven die hier zitten, die hebben sowieso de 25 meter regel. Er zijn zoveel verantwoordelijken dat er niks gebeurt. Heel raar. De gemeente is bezig, maar het gaat langzaam. Zullen we afspreken volgend jaar, Evelien? Doen we het samen? En dan hebben we niks te doen, dan gaan we op de koelmarkt zitten. Oké? Biertje. Gezellig. Proost.